een half jaar een snelkookpan, zoals de docent op een gegeven moment zei. Maar ook heel interessant, heel erg veel geleerd. Mijn naam is Patricia Oriens. Ik was hiervoor 10 jaar lang docent klassieke talen. Ik ben Louise Kraak en ik heb oorspronkelijk psychologie gestudeerd in Leiden. Ik ben Tabitha Christ en ik heb ooit HR-management gestudeerd en nu dus dit opleidingstraject gevolgd. Ik denk dat deze opleiding echt, het zit heel goed in elkaar en de begeleiding is goed. We hebben goede docenten die ook kennis van zaken hebben en ook goed doorhebben wat we nodig hebben en echt een basis leggen voor ons. En wat ik ook heel mooi vond was dat je met een groep in een soort bubbel zat en allemaal heel gemotiveerd bent en allemaal heel graag dit goed wil doen. En dat je ook allemaal een andere achtergrond hebt en een soort avontuur aangaat samen. Dat vond ik ook wel een heel stimulerende omgeving. Vrouwen kunnen prima in IT werken. Ze kunnen heel goed technisch zijn en ruimtelijk inzicht hebben en wat er allemaal meer voor nodig is om zo'n opleiding te kunnen volgen. Het is inderdaad wel een onderwerp omdat er niet zoveel vrouwen in de IT zijn. En je merkt ook wel dat er interesse voor je is als je dan het besluit te gaan doen. Als je hiervoor wil gaan, dan zou ik dit traject zeker weten kiezen als je je als developer wil ontwikkelen. Je hoeft niet per se die IT-achtergrond of iets daarvan te kennen om toch hier met deze opleiding te beginnen. Je leert gewoon heel veel. En je moet wel bereid zijn om soms wat extra te studeren als je dingen moeilijk vindt. Je weet ook dat het maar 5 of 6 maanden is. Dus het is ook, je moet dan die keuze echt maken en dan ook besluiten dat je ervoor gaat. En je omgeving moet dat ook steunen. Je moet een keuze maken, dat is het vooral. Tips, nou sowieso, als je echt al weet van nou, ik wil in IT werken, zorg dat je goed voorbereidt op het assessment, want dat is best streng. Bereid je heel goed voor op de werkgeversmarkt. En vraag je ook af wat jij dan kunt brengen in de IT. Weet gewoon dat het een half jaar duurt en dat je alles moet geven. Wees daarop voorbereid.